is een spannende dag vandaag voor ons en voor Stichting Panny. Dus we zijn officieel begonnen met de voorbereidingen van de Panny Ambachtschool. En we zijn vandaag begonnen met de grond egaliseren. Want het kavel wat we nu hebben, dat is een hobbelig geheel. En we hebben een gelijkmatige ondergrond nodig straks voor de fundering. En daarom zijn we vandaag begonnen met de eerste lading zand. We hebben ruim 4 maanden de tijd genomen om te zorgen dat de locatie Picobello in orde is voordat de Belgische studenten deze zomer komen om te gaan bouwen. En dankzij de Panny telefoon hebben we foto's die we meteen met jullie op deze manier kunnen delen.